Begin december werd er in Leuven voor het eerst een oehoe gespot. En dat is uitzonderlijk, want oehoes leven normaal niet in de stad. Ze verkiezen steengroeves in een rustige omgeving, omdat ze van nature heel schuw zijn. De laatste jaren zien we dat ze toch meer en meer in de omgeving van de mens beginnen op te duiken. Dus de theorie is dat eigenlijk de voorkeurhabitats zijn ingenomen. En voor soorten die geen aanpassingsvermogen aan de dag leggen, houdt het daarop. Dan kan er geen toename meer zijn. Maar de oehoe die blijkt daar nu tegenwoordig wel in te slagen. En dat is volledig nieuw. We kennen maar 2 broedgevallen in België van wilde oehoes in een binnenstad. En dat is hier in Leuven en in Eupen. De oehoe was lange tijd weg uit ons land, maar sinds de jaren 70 zijn ze aan een opmars bezig. Ondertussen leven er zo'n 200 oehoeparen in België. Het koppeltje in Leuven kreeg er ondertussen al 3 jongen bij. De Leuvenaars moeten de oehoes trouwens niet vrezen. Ze leggen hun schuwheid af, maar ze blijven nog altijd relatief schuw. Ze blijven zitten. Als je ze ziet zitten, maar aanvallen, dat zullen ze niet doen. Heel uniek allemaal, maar de kans dat u de oehoes ook effectief zal kunnen spotten is klein. We vinden het eigenlijk heel belangrijk dat de oehoes voldoende rust kennen en daarom geven we niet de exacte locatie prijs, maar willen we ook iedereen oproepen om daar niet naar op zoek te gaan. Het is echt heel belangrijk dat zij voldoende rust kennen om op die manier eigenlijk niet alleen vandaag de 3 mooie kuikentjes uit te broeden, maar ook in de toekomst toe opnieuw weer een nestje te kunnen bouwen.